jouw probleem. Je loopt fantastisch hard. Je bent bij de beste sprinters op de wereld. Gisteren opent de hemel zich voor je. Je wordt tweede. Je krijgt een medaille. En dan vertel je verhaal. Ik had bijna die medaille gekregen. Maar ja, ze hadden die ceremonie gestopt en gezegd... ja, het gaat tot morgen. En dan wanneer ik bij die pres was gegaan... dan hadden ze me gezegd... ja, er is een protest ingediend tegen jou... dat je op die baan niet verstapt of iets. Ik heb gezegd... ja, je had je voet op de lijn, zeiden, ja, ze. Zeiden ze dat? Ja. Oké. Okay. Maar ik heb ze gezegd... ja, ik weet van niks. Want een andere jongen van Amerika, Wallace Spierman... had op die baan gelopen en in die andere jongens baan gelopen. Ja. En ze hadden het meteen op die scherm gezet en meteen gedisqualificeerd. Maar niemand anders. En, er was dus al één loper, ja, was gedisqualificeerd? Ja. Oké, okay, we gaan nu naar de beelden kijken. En ja, je moet haviks ogen hebben inderdaad om te kunnen zien wat er gebeurt. We schrijven dus de finale van de 200 meter. Let u op het lichtgevende beeld. Waar zet Jurandi Martina zijn voet? Waar komt hij op de lijn neer? We kunnen het nauwelijks zien. Nog steeds is het nauwelijks te zien. Kijk goed. Daar zou het moeten zijn. En ik moet heel eerlijk zijn. Je ziet het. Zie je het nu zelf ook? Ja. Ja? Je staat dus met je voet. Al is het maar met het eelt van je kleine teen. Sta je op de lijn. Maar jij had het niet door daar zelf. Nee, ik wist het niet. Nee. Maar je moest wel corrigeren. Ja, want normaal, ja, ik ben niet een goede bochtloper. En normaal wanneer ik uit die bocht kom, weet ik dat ik bij die buitenste baan zit. Ik moet bijvoorbeeld kijken dat ik niet naar die buitenste baan ga. Want ik kom te hard van die bocht. Maar deze keer was ik binnen en moet een beetje naar buiten gaan. Was het een hele goede race van je, vond je zelf? Ja, ik had hard uit moeten gaan en ja, gewoon relaxed blijven op die 100 meter en 202 meter lopen. Ja? Ja. Wat is jouw sterkste punt? Is dat het rechte gedeelte of is dat de bocht lopen? Ja, die rechte gedeelte, die bocht ben ik... Is dat, nee? Nee, ik ben daar moet je dus ontzettend op trainen. Ja, zeker. Ja. Dan gaan we terug naar wat er werkelijk gebeurde. En dit is wat sport soms zo onvoorstelbaar boeiend en ook zo hard maakt. De confrontatie van de atleet die teleurgesteld is met de zijne. Luister je naar hun of wie? Want je staat heel. Ja, ik luister naar mijn vader en iedereen dat me dingen heeft gezegd. Ja. Heb je altijd naar je vader geluisterd? Ja, altijd. Moet. Ja, moet. Ja. Was het belangrijk voor je dat ze daar stonden, die mensen? Ja, zeker. Want die teleurstelling moet toch gigantisch geweest zijn? Ja. Wat ga je nu doen? Ga je nu gewoon zeggen dat je over 4 jaar terug bent en dat je iedereen voorbij rent? Ja, volgende jaar weer een kampioenschap. Ja, ik heb nog een paar wedstrijden over, dus ja, ga gewoon lekker hard trainen, deze wedstrijden goed doen en ja, volgende jaar mijn best doen om eerste te worden en ja, die volgende Olympische Spelen toch een medaille pakken. Ja. Ben je niet heel erg teleurgesteld? Ik was klaar met die dopingcontrole en daarna hadden ze Remco gebeld en gezegd, ja, die protest is in en ja, we hadden, ik ben mijn medaille kwijt en ja, bij die tijd was ik helemaal kapot, maar nu is alles voorbij. Ja? Ja.
Geweldig, heel goed. En als we voor hem geklapt hebben, kunnen we dat ook voor hen doen. Dank je wel.